Hallo allemaal! Hallo! Wat fijn dat jullie er weer zijn! Ja, super blij zijn we, want we hebben een extra feestelijke uitzending voor jullie. Want het is Kinderboekenweek en het thema van de Kinderboekenweek is En toen. Ja, verhalen van vroeger en lang geleden. Geschiedenis! En toen, en toen, en toen, en toen. Ho, ho, Eefje, we gaan eerst ons openingsliedje zingen. Oh, goed idee, El. Dan gaan we. Pak je instrumentje erbij. Komt-ie aan. Boeken lezen in de wiep, dat is nu toch weer fijn. In de biep? Samen kijken in een boek, hier wil ik altijd zijn. Wat zeg je nou toch allemaal, Eefje? Dit is een heel ander liedje. We zingen ook een liedje en maken veel plezier. Boeken lezen in de biep, wat gezellig is het hier. Nou, heel gezellig hoor, Eefje, maar ik snap er nu niks meer van. We zijn toch online? Dan gaan de kindjes toch thuis vertellen dat we thuis boekentips gaan geven. 1, 2, 3, 4, boekentips met plezier. Ja, El, dat deden we eerst. Maar vanaf oktober gaan de peuteruurtjes in de bibliotheken weer van start. En zullen we iedere maand een voorproefje geven. Zodat je in de bibliotheek lekker mee kunt zingen. Of misschien met het versje op kunt zeggen. Dus, meen je dat echt? In de bibliotheek, Eefje, zie ik al die lieve kindjes weer echt live? Ja, zeker, El. Jullie zijn allemaal van harte welkom. Maar je moet je wel even opgeven, dus aanmelden bij de klantenservice van je bibliotheek. Dat kan per mail of even door een belletje of gewoon bij de balie. Oh, wat goed. Meld je gauw aan voor het peuteruurtje bij jou in de gemeente. Ja, nog niet iedere gemeente of ieder dorpje of stad heeft weer een peuteruurtje. Maar in Uden is er op 9 oktober een peuteruurtje van 10 tot 10:45. Het is wel een beetje een aangepaste vorm. Maar daar vertellen we straks wat meer over, Eefje. Want we hebben toch ook een leuke kinderboekenweekliedje? Zeker. Dat is van 1, 2, 3, Zing. Wij gaan het zingen maar op YouTube. 1, 2, 3, Zing. De tijdmachine of tijdmachine, zo heet het liedje. Kun je ook een dansje vinden? Ik zet het gauw even aan. Ja, daar komt ie. Woehoe, beentje van de vloer. En we doen de wijs van de klok na. Het verleden zien in een boek op bezoek bij een echte dino misschien. Tik-tak, tik-tak, tijdmachine. Een minuut of een eeuw of tien. Wezen gaan we vliegen terug in de tik-tak, tik-tak, tijd terug. Wist je dat tijdreizen bestaat? Zonder ingewikkeld apparaat. Vroeger toe, dat is niet moeilijk, ik weet hoe. Zoek een boek en reis weg van hier. Tijdmachine van papier. Tik-tak, tik-tak, tijdmachine. Laat ons het verleden zien. In een boek, op bezoek, bij een stoere ridder misschien. Tik-tak, tik-tak, tijdmachine. 1 minuut of een eeuw of 10. Lezen gaan we vliegens vlug. Nou, de dans die kun je dus vinden op YouTube. 1, 2, 3, Zing, Tijdmachine. Ja, een superleuk liedje. En straks ga ik jullie nog een ander leuk liedje aanleren. Dat we tijdens het peuteruurtje ook gaan zingen. En bewegen, Uil. Ja, maar Eefje, wist jij dat jij dino's in de tuin hebt? Wat zeg je nu, Uil? Dino's in mijn tuin? Jazeker, wij hebben 2 dino's. Dino's in de tuin, woe woe. Dino's in mijn tuin. El, ben je wel een beetje lekker? Dino's zijn al heel lang uitgestorven, joh. Dat kan helemaal niet. Ja, ik heb wel boeken van dino's, maar... Nou, kindjes, ik zal het jullie laten zien, maar daarvoor pakken we even de iPad op. Dus niet schrikken, we gaan jullie even bewegen naar de dino's in onze tuin. Zijn jullie nieuwsgierig? Ik wel, Uil. Ik ben heel benieuwd. We nemen jullie even mee. Want wat gaat Uil nu weer laten zien? Even kijken hoor.
Ja, ja. Zo, we gaan eens even kijken. Ja, maar uil. Uil, dit is het kippenhok. Ik zie hier helemaal niks. Oh, jawel. Ik zie hier een boek van dino's. Het ongelofelijke maar waar gebeurde verhaal over de dino's. En ik zie een knuffel en een kippie. Ja, maar ik heb hier voer klaar. Voer, uil, waarvoor? Eens even kijken of we dat kunnen pakken dan, uil. Eens even kijken als we de kindjes nu hier neerzetten, uil. Of we dan het voer kunnen pakken. En dan kunnen we het strooien. Ja, want er komen de dino's uit onze tuin. Dino's, uil? Zo. Ja, en daar komen ze al hoor. Ik heb ze al gespot. Kip en ei, komen jullie eens even hier? Kijk, daar komen ze aan. Dag kip, dag ei. Ja, dat zijn onze kippen. Ja, maar zie je die poten? Dat zijn echte poten van dinosaurussen. Zie je dat? Ja, oh, dat wist ik niet, uil. Ja, en daarom lezen we voor uit het boek. Het ongelofelijke maar waar gebeurde verhaal over de dino's. Zo, ik heb jullie weer even teruggezet. En ik heb het boek meegenomen. Ja, ja, want we gaan dus voorlezen uit het ongelofelijke maar waar gebeurde verhaal over de dino's. Dus kom allemaal naar het peuteruurtje. Ja, uil, en ik zie hier op de achterkant van de kaft inderdaad die kip zien. Die kip staan. Ja, ja, want die kip die is dus nog ver familie van die dino. Dus die stamt daar nog vanaf. Oh, oh, fantastisch. Hartstikke leuk. Peuteruurtje is wel een beetje aangepast. Dus we kunnen niet knutselen in de bibliotheek. Maar dan krijg je gewoon een leuke opdracht. Mee naar huis. Kun je thuis nog verder werken met de dino's? Ja, en ik heb nog een leuke boekentip voor je. Want niet alleen over dino's. Maar ik heb hier bijvoorbeeld ook Rocky. Rocky speelt tevreden met een blaadje en een bot. Zijn mama schildert dieren op de wanden van de grot. Haha, wat mama kan, dat kan ik ook, zegt Rocky. Hij schildert over alles heen. Een streepje daar, een streepje hier. Rocky spettert van plezier. Maar mama dan, wat vindt die daarvan? Dat weet ik ook niet, maar als je dat boek leent, het is van Julia Donaldson en Emily Griffith. Dus als je dat boek leest, dan kun je kijken wat Rocky allemaal schildert. En of zijn mama dat wel een goed idee vindt. Of wat dacht je van een leuk zoekboek? Welkom in de oertijd. Allemaal dino's om te zoeken. Oeh, spannend ook. Ja, en als je nou liever een e-book leent, leen dan het e-book Ridder Florian. Op onze site kun je dat lenen. Een e-book Ridder Florian. Oh, oh, oh. Ja, uil, ik heb nog een dino-dansje. Dat gaan we tijdens het peuteruurtje ook doen. Dus ik werd vanmorgen wakker als een dino. Ho jee! Ja, inderdaad, uil, daar gaan we. Doen jullie mee? Ik werd vanmorgen wakker en ik dacht, oh jee, ik ben toch niet veranderd in een dino. Ik werd vanmorgen wakker en ik dacht, oh nee, ik ben veranderd in een dino. En mijn voeten deden van stamp, stamp, stamp. En mijn staart gaat heen en weer. En mijn tanden doen van knars, knars, knars. En mijn mond doet raar. Doen jullie dat ook eens als een echte dino? Raar. Gaan we weer met de voeten? En mijn voeten doen van stamp, stamp, stamp. En mijn staart gaat heen en weer. En mijn tanden doen van knars, knars, knars. En mijn mond doet als een echte dino. Nou, wij hopen jullie heel snel te zien. 9 oktober of in een andere vestiging bij het peuteruurtje. Kijk even op de site of Facebookpagina van je bibliotheek. Tot gauw. Doei doei. Dag allemaal. Lang zullen we lezen. Lang zullen we lezen. Lang zullen we lezen in de boeken. Ja, in de boeken. Ja. In de boeken, ja. Bieber de piep, hoera! Bieber de piep, hoera! Bieber de piep, hoera! Tot gauw!